Ja, dames en heren, welkom. Vandaag wordt formeel bekendgemaakt dat Louis van Gaal met onmiddellijke ingang als bondscoach is gestopt. Zowel de bond als de bondscoach hadden een lange termijn doelstelling voor ogen. Wereldkampioen worden in 2002 of anders in 2006. Maar het vlaggenschip leed onderweg helaas schipbreuk. Die uitschakeling heeft de discussie over de positie van de functie van bondscoach geopend. Dat was het van mijn kant. Rob, jij mag nou zeggen wie nu aan het woord komt. Goed, dank u wel, meneer Kessler. Het woord aan de bondscoach Louis van Gaal voor zijn visie op de zaak. Voor mij is vandaag een hele trieste dag. Anderhalf jaar geleden was ik ongelooflijk blij. En zelfs misschien wel in de euforie. Ik heb toen verteld dat ik het een eer vond om bondscoach te zijn. En mijn ambitie was om wereldkampioen te worden. Ik heb toen ook gezegd, ik wil wereldkampioen worden. Ik probeer wereldkampioen te worden. We zijn niet eens op het WK gekomen. Dat vind ik heel erg triest en teleurstellend. Als bondscoach is de doelstelling van de KNVB, en die zal nog altijd zo blijven, is dat je een WK haalt en bij de laatste 8 komt. Dat is de doelstelling. Nou, daarin hebben wij gefaald. Met nadruk wij. Dus ik ook. En niet de KNVB. En niet het publiek. En niet de sponsoren. Nee, wij. Het Nederlands elftal, de spelers en zijn technische staf. Maar als wij tegen Portugal geweldig voetballen en 2-0 voorstaan en je verliest 2-2, of je verliest de 2 punten die je erg hard nodig had, ja, dan ligt het aan jezelf. En hetzelfde geldt tegen Ierland. Nou, op dit moment is het zo dat de cultuur zegt dat de trainer dan ontslag moet nemen. Als je je doelstelling niet behaalt, dan moet je ontslag nemen. Dat gevoel had ik ook naar Ierland. Dat heeft u zelfs opgemerkt, want u heeft het min of meer ook geschreven. Maar ik ben niet een figuur die emotioneel een beslissing neemt. En dat heb ik ook uitgelegd op die persconferentie. Dat ik daar tijd voor wil nemen. Dat ik mezelf wil evalueren. En toen ik de dagen na Ierland op mijn kantoor kwam, toen kreeg ik steeds meer bezoek. Bezoek van mijn collega's. Die met mij hebben samengewerkt. Ik denk dat ieder departement van de KNVB bij mij is geweest. Om mij over te halen of te beïnvloeden in mijn beslissing. Nou, dat is fantastisch. Dat zou ieder mens willen, neem ik aan. Daarna is de directie gekomen. En er was maar één bedoeling van die directie, is dat ik door moest gaan. En dat ik de tijd moest nemen om mijn beslissing kenbaar te maken. Nou, dat doe ik Denemarken. Dat wil ik nog meemaken. Ik wil dat gevoel. Ik was op zoek naar die prikkel om door te gaan. Die drive die ik bezat toen ik het contract tekende. Dat eer, die eer, die ambitie om wereldkampioen te worden. Of ik die nog bezat om al dat werk nog uit te kunnen voeren. Maar dan moet je wel die drive hebben. Om dat te kunnen opbrengen. En die drive was gedoofd. Maar wat is nu het belangrijkste om door te gaan? Dat is die tweeënheid waar het om gaat. Dat is die technische staf en die spelersgroep. Dan moeten jullie geen foto's als ik aan mijn neus zit morgen in de krant.
Want ik zit aan mijn neus en jullie gaan flits. Dat zeg ik expres, omdat nu ook het thuispubliek kan zien... als ik één keer aan mijn neus zit, dat die foto wordt afgedrukt morgen in de media... als zij weer een bepaalde tendens willen uitdrukken. U heeft het nu gezien. Ik heb het nu uitgelegd, maar zo werkt dat. Dan heb ik het nog niet over visieontwikkeling. Want na Michels en Bert van Lingen... Ik hoef niet zo luid te praten. Spreek ik te luid? Ik moet even weer terug naar mijn verhaal. KVB, plus plus, heb ik gezegd in mijn aantekeningen. Plus plus, publiek plus. Media, min min. Je hebt het over allemaal plussen in je, zeg maar, rapport. Je hebt het over de media, min min. Voel je daar zelf schuldig aan? Nee, Jack. Ik vind dat jij daar schuldig in bent. Ik alleen. Ik ben de media. Nee, maar in dit geval ben jij, heb jij daar een rol in gespeeld. Dus in dit geval zeg ik dat jij min of meer één van die mensen bent geweest in de media... die aspecten van het bondscoachschap uit zijn verband heeft gerukt. We hebben en altijd... zelfs zeer ongenuanceerd heeft laten doen uitkomen. Je hebt het zelfs zodanig gestuurd... In, niet alleen in de interviews met mij persoonlijk, maar ook met de gasten die je hebt uitgenodigd. En de manier van vraagstelling. Maar er zijn er meerdere, maar jij vraagt het nu. En dan kom ik uit op de spelersgroep. En vandaar dat ik evaluatiegesprekken heb gehouden met de spelers. Niet om aan hen te vragen, zoals ook al in die media is geschreven, of ik door moest gaan... Want dat is geen vraag die je aan je spelers stelt. Zij hebben een ander idee van professionele begeleiding als dat ik heb. Als Frank de Boer kan zeggen, ik noem iedere keer, dat is mijn aanvoerder, daar ben ik dus ongelooflijk verbaasd over en ook teleurgesteld. Dat hij met name zegt... dat je meer bezigheidstherapeut moet zijn. Toen ik bondscoach werd, wilde ik bijvoorbeeld dat die spelers het Wilhelmus zongen. Kan u zeggen, ja, wat ben je voor een schoolmeester? Nee, dat ben ik dus niet. Ik heb wel een visie. Ik vind wel dat je trots mag zijn dat je voor het land mag voetballen. En dat je dat gevoel kan geven aan het publiek als je met elkaar zingt uit volle borst. Dat je daardoor ook dat gevoel van eenheid kan creëren als je dat zingt. En niet alleen met je team, maar ook met het publiek en zeker in thuiswedstrijden. Dat kan je dus niet blijven herhalen, want het moet vanuit de speler zelf komen. Anders ben je die schoolmeester. Maar ik ben er niet in geslaagd. Ik wil toeval uitsluiten. En ik ben zo vrij te geloven in die aanpak. En dat heeft te maken ook met je beleving, de eer, de ambitie, om dat grote doel te bereiken. Ik geloof helemaal niet in een lossere aanpak. Daar geloof ik helemaal niet in. Dat zal op korte termijn misschien wat teweeg brengen en resultaat geven, maar op langere termijn niet. Dan kom je altijd tekort. Die 10% die ik uit een speler extra kan halen... wat in mijn ogen mijn grootste kwaliteit is. Maar dan moeten we allemaal hetzelfde idee hebben. En dat idee had ik niet meer het gevoel... dat bij het grootste gedeelte van de selectie aanwezig was. En als het een 50-50 verhouding is... dan ben je al schoolmeester... Want dan moet je te veel corrigeren en kan je dus niet met voetbalinhoudelijke zaken bezig zijn. Dan word je dus een schoolmeester. Of zelfs een beul. En jongens, spelers die nu naar deze tv-uitzending kijken...
Die hebben deze woorden van mij al een aantal keren gehoord. Schoolmeester. Beul. Maar wel beul en schoolmeester op voetbalinhoudelijke zaken. En niet op randvoorwaarden. Niet om beleving. Dat moet je zelf brengen. Nou. Dus er was een verschil van mening. Althans, zo heb ik het ervaren. Met het grootste gedeelte van de spelersgroep. En dan zeg ik, dan moet de coach stoppen. En zeker een bondscoach, omdat ik niet de gelegenheid heb iedere dag daaraan te werken. Ik heb een oranje stropdas om. Dat betekent dat ik nog steeds trots ben om hier bondscoach geweest te zijn. Het zegt ook iets over het feit dat ik vind dat de KNVB alles in het werk gesteld heeft om mij goed te laten functioneren. En het zegt ook iets dat ik voor de toekomst het Nederlands voetbal en met name het Nederlands elftal, omdat dat in het brandpunt van de belangstelling staat, en al die spelers een goed hart toedraag en veel succes toewens. Dank u wel.